Ook dit jaar waren er weer enkele vooruitstrevende bedrijven uit de bouwsector die hun deuren openzetten tijdens de jaarlijkse Open Bedrijvendag. Zo ook Nelissen Steenfabrieken uit Lanaken, dat meer dan 3000 bezoekers mocht verwelkomen op zijn fabrieksite. Ondanks de hoge energie- en grondstofprijzen en de lange levertermijnen van technische materialen, kijkt Nelissen vooruit en plant het de bouw van een nieuwe, bijna CO2-neutrale fabriek.